Goedemiddag. Welkom bij de Sufnet Relatiedagen 2014. Dank dat jullie hier allemaal naartoe zijn afgereisd, de rand van het land. Het thema deze dagen is in de volgende versnelling. Hoe gaan we kansen creëren? Hoe gaan we mogelijkheden, nieuwe mogelijkheden benutten? En dat kunnen we niet alleen. En vandaar de ondertitel Versnellen doe je niet alleen. De volgende versnelling is nodig door techniekontwikkelingen, door marktontwikkelingen, maar ook door een aantal ontwikkelingen binnen en rondom SURF. Voor SURFnet betekent dit bijvoorbeeld dat deze twee dagen ook de afsluiting wordt gevierd van twee grote innovatieprogramma's die we de afgelopen tientallen zou ik bijna zeggen, maar een stuk of 12 jaar hebben gevoerd, Gigapoort en SURFworks. En daar zullen we vooral in het eerste deel van het programma bij stilstaan. En vanzelfsprekend zullen we daarbij ook sterk de blik vooruit werpen. Van wat heeft dat nou opgeleverd en waar kunnen we daar, op welke basis kunnen wij feitelijk voortbouwen. En dat voortbouwen, doorgaan naar de volgende versnelling, dat staat centraal in de rest van het programma. En dat gaat niet alleen inhoudelijk, zo direct Jisoo Lee van onze Koreaanse collega en Jelle Kuiper aan het eind van de dag. Maar we helpen ook om dat te doen. Bijvoorbeeld morgen aan het eind van de dag met trainingen omdenken en presenteren. Zoals ik de afgelopen keren steeds zei, het motto is Chance favors the connected mind. We hebben een aantal inspirerende sprekers hier op het podium staan, maar minimaal even inspirerend zijn de wandelgangen deze twee dagen. We hebben hulpsessies om dingen te doen, maar misschien zit het antwoord wel gewoon direct naast u. De vraag is natuurlijk voor welke uitdagingen staan wij en staan jullie? En we hebben, om dat eigenlijk meer centraal te stellen, deze mooie kaartjes gemaakt waar je zelf je uitdaging op kunt zetten. En dan kunnen kijken of we wat matchmaking kunnen doen met onze eigen oplossingen, maar vooral eigenlijk ook met jullie eigen zaken. Om een beetje in de stemming te komen, wil ik wat uitdagingen waar SURFnet voor staat met jullie delen. Over te gaan tot de overige sprekers. Als je kijkt naar wat SURFnet doet, dan gaat dat eigenlijk om verbinden. Het komen van de ene kant naar de andere kant, op verschillende schalen. Hier zijn twee van mijn kinderen die in Denemarken een klein bruggetje, een klein stroompje over moeten. Maar we doen dat ook op hele grote schaal, over de oceaan heen. En we hebben het hier, Anna 100G heet dat project. Dat gaat over de eerste transoceanische 100 gigabit per seconde link. En dan gaat het aan de ene kant om techniek, maar aan de andere kant ook om hoe je samenwerkt op een wereldschaal. Hoe je kosten verdeelt, hoe je zorgt dat het ook blijft werken als een kabel doorgaat. Grote uitdagingen waar we voor SURFnet voor staan. Iets wat we niet alleen kunnen, maar juist ook in internationaal verband op moeten pakken. Een andere verbindende infrastructuur is SurfConnect, waar we identiteiten met elkaar koppelen. En de eerste week van september, toen de colleges weer begonnen, die eerste week hadden we maar liefst meer dan 1 miljoen transacties over dat platform. Van, en dat vond ik eigenlijk nog indrukwekkender, 220.000 unieke gebruikers. Dus het gaat niet om een paar mensen die heel veel dingen aan het doen zijn. Het gaat om heel veel gebruikers die een aantal dingen aan het doen zijn. De uitdaging daar is van hoe koppelen we dat aan nog meer toepassingen? Hoe zorgen we dat het een beetje schaalbaar en stabiel blijft als je zo hard aan het groeien bent als SurfConnect op dit moment? Amolf, Nikhef, CWI. Ik zie twee van de drie. Een aantal mensen daar in de zaal zitten. Als we kijken naar een kleinere schaal, niet de wereldschaal, maar meer de lokale schaal, zien we ook dat instellingen steeds meer samen aan het doen zijn. Drie onderzoeksinstellingen in de Watergraafsmeer besloten om het netwerk veel intensiever met elkaar te delen dan voorheen. Ook daar lopen we tegen de vraag aan van wat doen de instellingen zelf, waarvoor kijken ze naar SURFnet en wat kunnen we daarin al dan niet betekenen. Een vergelijkbare vraag, maar dan vanuit niet meer geografisch verspreid, was de vraag vanuit de universiteiten om te zorgen voor een veilige personal cloud storage oplossing. Dat is uiteindelijk SurfDrive geworden. Dat hebben we samen met SurfSara en met de universiteiten ontwikkeld. En dat is iets wat een van de onderwerpen die toch wel heel sterk centraal staat in het nieuwe meerjarenplan van SURF. Hoe komen we tot coalities van niet de hele SURF-gemeenschap van 70 plus
instellingen, maar tot kleinere coalities die in staat zijn om snel te acteren, diensten neer te zetten die zij nodig hebben en waar mogelijk te verspreiden en beschikbaar te maken voor andere instellingen daarbuiten. Daar hebben we nog veel te leren en een grote uitdaging voor niet alleen SurfNet, niet alleen SurfSara, SurfMarket en Surf, maar ook voor de instellingen, hoe daar echt vorm aan te geven. Dit is een hele oude plaat. Maar het lijkt eigenlijk nog heel sterk op de manier waarop onderwijs tegenwoordig wordt gegeven. En er gebeurt ontzettend veel op het gebied van educatie, ICT. En een van de ontwikkelingen die daar plaatsvindt, en dat is voor ons dan de grote uitdaging, is dat SurfNet daar een grote verantwoordelijkheid binnen Surf voor gaat krijgen. En dat we daar gaan kijken naar de activiteiten die nu al lopen, meenemen en benutten, de communities die eromheen bestaan, maar die ook gaan verrijken met meer technologie. Dit is overigens een afbeelding die ik vond op het Rijksmuseum.nl. Een van de interessante dingen die het Rijksmuseum aan het doen is alle werken die ze hebben digitaliseren en algemeen publiek beschikbaar maken. Dus ik mag dit gewoon in mijn presentaties gebruiken zonder daar bijvoorbeeld rechten over te betalen. Dus dat is een interessant model waar het Rijksmuseum heel veel werk op dit moment in stopt. En het Rijksmuseum is ook een gebruiker van SurfNet om al die data natuurlijk te verwerken. Een andere groep van gebruikers zijn de onderzoekers. En zij maken steeds meer gebruik van grote datasets. Dat beperkt zich niet meer tot de usual suspects. Er zijn steeds meer groepen, onderzoeksgebieden die daar veel gebruik van maken. En de vraag is, hoe worden zij die daar geen achtergrond in ICT hebben, optimaal bij ondersteund? Daar heeft Surf een rol bij, SurfNet een rol bij, en daar hebben de instellingen zelf ook een rol bij. Een uitdaging is om te vinden hoe we dat goed vorm kunnen geven. Vanuit Surf hebben we dat vorm gegeven in een traject dat heet Support for Research, samen met eScience Center en SurfSara, om hen te helpen de juiste voorziening op het juiste moment beschikbaar te maken. Nog een plaatje van het Rijksmuseum, een beetje, ik denk niet helemaal politiek correct, maar toen ik dit plaatje zag, moest ik wel denken aan het gebied waar ontzettend veel om te doen is op dit moment, dus het beveiliging. En dit is een beetje de fase waar we volgens mij met beveiliging nu in zitten, op ICT-gebied. Wat je daar linksboven ziet, er zijn dievenvangers. Een soort tangen waarmee ze achter mensen aanrennen en ze dan vangen. Halsbanden waarmee ze mensen mee vastleggen. Dat is een beetje de staat van de technologie, denk ik, op ICT-beveiliging waar we nu zitten. En we een grote uitdaging hebben om daar veel slimmer en beter in te gaan acteren. En dan gaat het niet alleen om vangen, dan gaat het ook om preventie en om voorkomen van dit soort zaken. En ja, ik had het ook al over ontwikkelingen binnen Surf. Daar is veel gaande. En het is erg jammer dat Kees Neggers hier vandaag niet kan zijn. Dat is de eerste SurfNet relatiedagen waar die. Dat hadden jullie toch zo gepland? Je wist dat ik nu toch voor Glyph in Nieuw-Zeeland moest zijn. Dat is wel een verrassing, Kees, dat jij hier zomaar. De techniek staat voor niks, Erwin. Ja, nou, dat is hartstikke mooi dat je hier bent. Dan kun jij meteen even vertellen waar jij als algemeen directeur van Surf als interim mee bezig bent. Nou, dat had ik graag gedaan, maar helaas is het hier bijna bedtijd, Erwin. Zou jij dat niet kunnen doen dit keer? Volgens mij ben jij ook overal van op de hoogte. En dan wens ik de rest en jou een fantastische relatiedagen dit jaar. En ik hoop er de volgende keer wel weer bij te zijn. Dankjewel, Kees, voor deze korte doorspelen van de vraag. Ja, ik wou zeggen, help hem even naar bed, Harold. Hij loopt toch niet meer zo hard. Gelukkig gaat hij nu een paar weken op vakantie en ziet hij dit pas later terug. De ontwikkelingen binnen Surf die zijn veelzijdig op dit moment. De vraag vanuit instellingen is om meer als één Surf te gaan opereren.
Dat betekent dus samen met jullie. Dat betekent ook dat de werkmaatschappijen, Surfmarket, SurfSara en SurfNet, meer één gezicht naar jullie zullen gaan zetten. Maar tegelijkertijd, dat iedereen er ook van overtuigd is dat de eigenheid van die verschillende werkmaatschappijen behouden moet blijven om de kracht die binnen Surf bestaat te behouden. Dat betekent dat op een aantal plekken de structuur en de samenwerking verstevigd moet worden. Dat is op dit moment in voorbereiding. En dat heeft behoorlijke gevolgen. Een van de zaken die voorgesteld zal worden door het bestuur aan de Raad van Afgevaardigden eind november, is dat de stichting Surf over zal gaan in een coöperatieve vereniging. Nou, klinkt dat makkelijk? Dat schijnt het juridisch ook te zijn, heb ik mij laten vertellen. Dus dat is het mooie. En dat past eigenlijk ook wel heel erg bij wat we zijn. Als ik uit ga leggen wat Surf is, dan zeg ik eigenlijk heel vaak stiekem van, nou, je begrijpt het eigenlijk veel beter als je bedenkt dat het een vereniging is. Het mooie van een coöperatieve vereniging is dat het opgezet is om een onderneming te drijven. Nou, dat is wat wij ook met z'n allen doen. Wij voeren activiteiten uit voor ons gezamenlijk. Het betekent ook dat de structuur die een coöperatieve vereniging heeft, een coöperatieve vereniging heeft altijd drie lichamen, een ledenraad, een raad van commissarissen en een bestuur, dat die ook mooi plotten of waar we mee bezig zijn. Dit ligt allemaal in het verlengde van wat we de afgelopen jaren al hebben gedaan. SurfNet heeft de afgelopen 4-5 jaar met SurfMarket al veel op het gebied van SurfConnect en Vendor Management gedaan. We hebben onze accountadvisering gebundeld. Met SurfSara hebben we SurfDrive samen ontwikkeld. Hebben we samen met SurfSara en het eScience Center Support for Research opgezet. Dus voor ons is het een logische volgende stap naar één Surf binnen onze muren, maar ook één Surf met jullie. Zodat een echte vereniging wordt. De eerste reactie van veel bestuurders is dat dat in ieder geval veel beter voelt. En dan nog een hele andere uitdaging waar we mee bezig zijn. Alle surforganisaties die gevestigd zijn in Utrecht, die gaan naar een nieuw kantoor toe per 1 januari. Nou, kan je verzekeren, dat is een grote uitdaging om die logistieke operatie ook nog tegelijkertijd te doen. Maar dat gaat allemaal lukken, want onze beste mensen zitten erop om dat te realiseren. En er is goede voortgang. Ik was deze week even in het kantoor, nieuwe kantoor. En de wanden zijn al geschilderd, et cetera. Dus dat begint echt vorm te krijgen. En dan misschien wel de grootste uitdaging van vandaag in ieder geval, is om er een mooi feest van te maken. En als je daar een beetje op voor wil bereiden, dan moet je een bonnetje afhalen bij de inschrijfbalie om daar het spelletje 1, 2, 3, 4, noem ik het maar even, te spelen. Een aantal biertjes die je normaal gesproken niet in de winkel kunt krijgen, te proeven. Dat brengt mij bij de introductie van de eerste spreker. In het programma stond dat Jos Engelen, voorzitter van NWO, hier zou staan. Hij moest helaas gisteren zich excuseren. Maar we hebben een meer dan waardige vervanging, moet ik zeggen. Ron Dekker zal zijn honneurs waarnemen. Ron is lid van de directie van NWO. Lid van het bestuur van Surf. En hij heeft ons het afgelopen jaar enorm uit de brand geholpen door tijdelijk de positie van algemeen directeur van Surf in te vullen. En dat gaat hij vandaag eigenlijk weer doen, ons uit de brand helpen om zijn verhaal en visie op e-infrastructuur en Surf te presenteren.